party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I had a pool with shots on. Who let the dogs out? Zondagmiddag, een warme storm, de storm is het hier, ja. Staan we met Harry Kolenaar, bestuurslid van de Kinologenclub Winterswijk. Zeg ik dat zo goed, Harry? Ja, dat is helemaal correct. Ja? Ja. Wat gebeurt hier? Nou, wij hebben dit jaar onze rashondenshow die we elk jaar hebben. Die is altijd de tweede weekend van januari. En aangezien we dus vandaag zondag de tweede weekend hebben, hebben wij vandaag dus onze rashondenshow. Daarbij komen verschillende soorten honden aan de beurt. Die allemaal gekeurd worden door keurmeesters die daarvoor opgeleid zijn. En wij gaan dus van een heel uitgebreid gezelschap naar een steeds kleiner, selectief gebeuren. Waardoor uiteindelijk er een winnaar overblijft. Voor de hoeveelste keer organiseren jullie dit? Dit is ruim 100 keer, dacht ik. Al wel 100 keer? Ja, want ze doen het al heel lang. Want de club bestaat al meer dan 100 jaar. Alleen, ik zie ook buitenlandse kentekens op de parkeerplaats staan. Dat is correct. Ook buitenlanders kunnen hier komen, kunnen kijken. Maar er is ook veel reclame gemaakt in de Duitse krant van Borken. En ook daar zijn mensen op afgekomen die hier komen kijken hoe of het er in Winterswijk allemaal naartoe gaat met een clubmatch. Dus de mensen komen hier met de honden en ze worden voorgebracht. Ik zie het gebruik van hele dunne riempjes, hè? Niet, ja. Zo, geen stalen kettingen. Nee, showlijntjes. Maar dat komt, de mensen die moeten zich eerst inschrijven. Dus ze schrijven naar de club, schrijven ze hun hond in. Daarbij krijgen ze dus de gegevens naar binnen toe, bij ons. Van daaruit komen die dus geselecteerd onder de rassoorten. Als de mensen hier komen, 's morgens vroeg om 8 uur, nadat ze dus of thuis al betaald hebben of hier afgesproken hebben dat ze ter plekke betalen, dan krijgen we dus vooraan alle mensen met namen en nummers te leren. En aan de hand daarvan geven wij de gegevens uit en weten de mensen bij welke soort hond, welk nummer, wanneer ze naar de ring toe moeten gaan. Maar voordat ze naar die ring toe gaan, moeten ook alle honden gekeurd worden? Dat was vroeger. Ja. Dat is nu niet meer. De veterinaire dienst is niet meer van toepassing. U mag zelfs, als u hier naartoe gaat, uw eigen hond meenemen. Ik kan me herinneren, in de jaren 70 kwam ik hier zelf met mijn Labrador. Ik was toen de enige hier met de Labrador. Ja. En toen waren er nog dierartsen die ze dus gingen keuren. Dus dat is, hoe lang is dat al? Helemaal correct. Dat is een jaar of 6 is dat niet meer. We hebben nog wel dat er een arts ter beschikking is voor als er iets bijzonders is. Maar ze hoeven niet meer gekeurd te worden. Vroeger keken ze of de hond wel echt wel of niet loops was als ze een teef hadden. Was die loops of beginnend loops, dan mocht hij niet meedoen aan de keuring. Die tijd is helemaal voorbij. Het is gewoon, je schrijft in met je hond, je kunt naar de clubmatch toe gaan. En daarmee is het afgelopen. Hij moet wel voldoen aan de entingen en dergelijke. Maar voor de rest is het oké. Het zijn allemaal rashonden? Ja. Geen enkel uitgezonderd? Nee, dat kan niet, want hoe wil u een mix Labrador, wil u gaan keuren op een uiterlijk van een Labrador? Dat lukt niet, want er zit iets anders bij. Ja. Dus je kunt nooit zeggen, zo hoort die Labrador te zijn, wat je dus bij een rashond wel kunt, want dan moet hij aan bepaalde eisen voldoen. En daarvoor zijn de keurmeesters, komen die alleen uit Winterswijk? Of? Nee, die komen uit het hele land. Dat zijn keurmeesters die over de hele wereld gaan keuren. Die zitten erbij, die komen in Indonesië, in Amerika, in Australië, overal komen ze, maar ook in Winterswijk. Dus keuren ze een keurmeester voor een speciaal ras of? Nee, een keurmeester heeft een bepaalde rasgroep die die keurt. Ja, ja. En alle honden die onder die rasgroep vallen, die mag die keuren, want daar is die man voor opgeleid. En met rasgroep bedoel je, geef een voorbeeld voor de kijkers? Nou, we hebben jachthonden. En als ik dus een waakhond heb, valt die onder de jachthond. Nee. Dus die moet een andere keurmeester krijgen als dus een jachthond. En de winnaar, die krijgt de eeuwige roem of? Nou, die krijgt dus hier dus de clubmatch beker. Als blijkt dat hij toevallig uit Winterswijk is, krijgt hij er nog een beker bij. Omdat het, als het een eigen gefokte hond is uit Winterswijk, dat daar ook nog een beker voor is. En volgend jaar zal hij zich weer moeten verdedigen hier als hij naar Winterswijk komt. Om te kijken of hij volgend jaar weer het beste is. Maar er zijn ook klassificaties, hein? Goed en uitmuntend en ja. Zeer goed, dat wordt hier ook gegeven. Ja, dat wordt gegeven. Dat is bij de eerste keuringen die ze hebben. En alleen de mensen met een hond die uitmuntend heeft en die uit hun ras als uitmuntend uitkomt of als allerbeste, want het kan ook zijn dat er eventueel net één graduatie lager is, die honden die gaan dus dan naar de volgende ring toe en uiteindelijk komen we in de eindring en dan hebben we dus 10 verschillende soorten honden meestal zitten. Maar in elk geval de 10 beste, of 13 of 15 beste.
Nu hebben jullie vandaag ook iets speciaals met een ras, een Manchester Terrier, heb ja, ik begrepen? Ja, dat klopt. En die mensen die zijn deze keer bij ons ondergebracht omdat ze voor de allereerste keer een rashondenshow organiseren. En die mensen dus nog niet wisten hoe het moet. Die hebben zich aangemeld bij ons en doen bij ons met de clubmatch mee, maar houden hun eigen keuringen. Oké, op zo'n manier. Maar is dit een nieuwe ras dan? Want nee, dit is geen een nieuwe ras, die bestaat er wel langer, maar voor het eerst dat die ook aan keuringen mee gaan doen. Oké. En dan moet je weten van wat moet ik aanvragen, wat moet ik in huis hebben, wat moet ik doen, hoe zit dit, hoe zit dat, welke bewijzen moeten we allemaal hebben. Nou, schrijvers heb je nodig, want die mensen die aan tafel zitten, die moeten schrijven wat de keurmeester vertelt. Ja, dan ja. moet hij snappen wat bijvoorbeeld boon is. En als je niet weet wat boon is, dat dat betrekking heeft op het uiterlijk van de hond, dan krijg je dat er continu gevraagd wordt en kunnen ze ook weer niet verder. Veel belangstelling? Er is redelijk veel belangstelling. We hebben 119 inschrijvingen dit jaar. Is dat meer als vorig jaar of minder? Nou, vorig jaar hadden we er 112, dit jaar 119, dus we mogen helemaal niet klagen. En meestal heb je dan een 5-10% aan mensen die afvallen. De hond is loops geworden of de mensen zijn ziek of het is slecht weer waardoor ze niet kunnen. Dat valt dit jaar ook mee. We hebben altijd nog 115, 116 honden hier vandaag rondlopen. En jullie zijn vanmorgen om 10 uur begonnen? Om 8 uur. Maar wij waren gistermiddag al hier. Want gistermiddag zijn we begonnen met de ring die u daar achter ons ziet. Om die eerst uit te zetten. Alles wat daarbij hoort klaar te maken. Maar aangezien er gisteravond er uitvoeringen waren, konden we dus niet verder en moesten de rest van morgen allemaal doen. Ja, ja, ja. ja. Veel publiek zie ik, ook op de, ja. het balkon, laten we ja, maar zeggen. Ja, ja, ja. Een aangename dag. Ja. En hoe laat is de prijsuitreiking? Wij hopen dat we uiterlijk om 5 uur klaar zijn. En wordt er ook nog de winnaar van de totaalwinnaar gekozen? Of? Ja, ja, ja. ja, we krijgen een totaalwinnaar. We hebben dus veteranen, we hebben puppen, we hebben van alles wat er straks de beste uit moet komen. En die zien we dus in de eindkeuring. En daar komt dan de allerbeste hond uit. Nou, dat gaan we meemaken. Van ons mag het. Ja, Harry bedankt. Niks te danken, graag gedaan. Hoe lang lig je al met, zo, met hem zo te wachten? Een tijdje, maar ze is al geweest. En? Ze is 2 jaar geleden. Is dit een schnauzer? Nee, dit is een terrier. Dit is een Kerry Blue Terrier. Waar komt die vandaan? Dat komt uit Ierland. Uit Ierland? Ierland is de oorsprong. Ik zie zijn ogen niet. Zijn er wel hoor. Oh, daar. Oh, oké. En aan de andere kant. Oh. En dat moet zo, die sick. Ja. Dat is pure bescherming van vroeger. De ratten die ze moesten bestrijden, die konden dan de ogen niet goed zien. En hun konden wel de ratten goed zien. Dus dat is bescherming voor de ogen. Ik zit hier bij een, ik zeg een lassiehond. En bij meneer? Alberda. Uit? Schettens, Friesland. Je komt helemaal uit Friesland om hier je hond te laten keuren? Ja. We komen hier al een paar jaar achter elkaar en steeds met succes. En ja, dit is dus inderdaad de lassiehond, ja. Een Schotse collie? Schotse collie, ja. Hoe oud is hij? Deze is 18 maanden. Zelf gefokt. Een Amerikaans type, zo ze dan zeggen. Het is een beetje anders dan het, wat je normaal ziet. Want het is iets meer haar en wat ander hoofd. Dit is, ja, dit is, in onze ogen is dit wat gezonder allemaal. Hoezo gezonder? Het beweegt beter, het zit beter in elkaar. En dit kan nog achter de schapen, zeg maar. 18 maanden, is dat, dat kan hier al voor de keuring dan? Ja, kijk, vanaf 3 maanden dan is het baby en 6 maanden is het pup. En deze zit er tegenaan. We hebben nu in de tussenklas ingeschreven. De puppy, de jeugdklas loopt tot 18 maanden en dan krijg je tussenklas. En hoe is de stand? Deze is nu beste van het ras geworden vandaag. Gefeliciteerd dus. Dankjewel. Dan ga je met deze fokker weer? Dat is wel de bedoeling. Maar ja, dan moet je de heupjes nog even doen. En dan wat andere onderzoekjes. Tegenwoordig heb je het MDR1 gedoe en DNA. Maar van ja, dat hebben we er wel voor over. Maar dit moet nog even wachten, want het moet eerst maar eens 2,5 jaar wezen.
Zijn deze ook gevoelig voor HD of deze honden? Nee, tegenwoordig niet meer. Vroeger hadden ze het wel, maar tegenwoordig is het er vrijwel uit. Maar ze moeten er wel op gecontroleerd worden nog. En waar is het wachten nu nog op? Op de prijsuitreiking of... Ja, straks de herenring nog. Ja, herenring dan de beste van de groep krijgen we dan eerst. En dan krijg je de beste van de show nog. Maar eerst maar kijken hoe ver we in de groep komen. Want dan moet je wel eerst te worden om verder te gaan. Dus, Succes. Ja, ik denk je. Oh, camera. Mooi liggen. Ik zie hier een ontzettend lief hondje op de grond liggen. Mij twee dames. Ik zit bij... Thea Meckelholt. Nog een keer. Thea Meckelholt. En waar kom je vandaan? Hengelo. Uit Hengelo. En je bent hier samen met? Met Gisleek, ik ben haar dochter. Oké. Okay. De eerste keer dat jullie hier zijn? Ja, eerste keer hondenshow. Allereerste keer. En jullie zijn hier met een? Australian Shepherd. Een Australian Shepherd? Heb je eerder honden gehad? Ja, tot nu toe hebben we altijd asbakrassen gehad. Maar we hebben nu voor het eerst een serieus ras met een stamboom. Dus dachten we, laten we eens meedoen, kijken of dit wat voor ons is. En hem is. Heb je deze in Nederland gekocht of uit Australië gehaald? Oorspronkelijk komen ze uit Amerika. Dus dat zou ik ze uit Amerika moeten halen, maar ik heb hem uit Gorinchem. En wat verwacht je ervan? Nou, hij is al veelbelovend. We moeten vanmiddag terugkomen om te kijken of hij dan het beste is van alle babyhondjes. Nou, daar hopen we op, maar we gaan er niet vanuit. Het is de allereerste show en dit is al een hele goede prestatie voor hem. En hoezo babyhondje? Hoe oud is ze of hij? Wat is het? Het is een mannetje en hij is 4,5 maand. Je verwacht er veel van? In de toekomst, ja. En nu nog niet. Nu is hij nog aan het leren. Zijn eerste shows, allemaal ervaring opdoen dit. En moeder, wie brengt de hond steeds voor? Dat laat ik aan mijn dochter over. Ik doe de gehoorzaamheidscursus en zij doet de shows. Oké, ik wens jullie veel succes, dames. Dank u wel. Who let the dogs out? 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 Well, the party was nice, the party was bumping. Hey, yeah. V-I-O. And everybody having a ball. Hey, hey. V-I-O. Until the fellas started in calling. V-I-O. And the girls respond to the call. I heard a boom and shout out. Who let the dogs out? 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 I see the dance people, I don't know who's up. Billy Fungus, get out. Get back, Graffy. That's Graffy. Get back, you flee and best in mongrel. I tell myself I'm a no get angry. Hey, yeah. V-I-O. Two Eddie girls calling them canine. Hey, V-I-O. But they tell me, hey man, part of the party. V-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Thea, je bent wel heel erg druk met de hond. Jazeker. Moet hij nog voorgebracht worden? Ook dat moet nog. Hij moet zijn beste pootje nog voorzetten. Oh, heeft maar hij dat nog niet gedaan? Hoop ik. En? Hij moet nog. Zoals en wat verwacht je? Kampioen. Succes. Dank u wel. Prettig voor de organisatie als je dergelijke complimenten krijgt. De derde plaats voor de landsheer. De tweede plaats. Nee, nog niet. Nog niet, hè? Ze maakt het nog even spannender. Dan gaan er twee lopen. Wie wordt er van de twee beste? Ja, en die is voor de Golden Retriever. Dus de Golden Retriever is winnaar Clubmatch Winterswijk 2014.